Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken vindt dat de overheid bouwrijpe kavels moet uitgeven. Burgers kunnen niet op een beboste perceel gaan bouwen. Hoewel het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer belast is met de uitgifte van grond, moet er in zekere mate een samenwerking zijn, zegt Noor Mohammed. Zelf wil hij ook de public-private samenwerking stimuleren om deze vraagstukken op te lossen. Normaal zou je de grond de bouwrijp moeten maken, want een persoon kan niet in het bos elektra gaan aanleggen. En daarom heb ik dat ding gepromoot van PPP, om het gezamenlijk te doen. Want je kan niet een burger vragen midden in het bos een weg aan te leggen en elektra, hij gaat nooit kunnen bouwen. Dus de afspraak met de regering is dat OW volgend jaar, komend jaar, 23, gaan we kijken hoe dan nu OW komt om de dingen bouwrijp te gaan maken, laat maar het zo doen. Dus die mensen vragen we geduld. We gaan niet bij elk project gelijk kunnen beginnen, maar één voor één bij de projecten waar gronden zijn. Minister Noor Mohammed bevestigt dat de overheid nu geen geld heeft om de bouwkavels die worden uitgegeven direct bouwrijp te maken. Particulieren die verkavelingsprojecten opzetten maken wel gelijk de gronden bouwrijp, omdat dat één van de verplichtingen is van het ministerie. Die mensen hebben al geld om het uit te voeren. Zij hebben geld om het te doen. Dat is het verschil. Dus daarom zie je dat die particulieren, verkavelaars, heel snel aan de slag gaan. En alles aanleggen. De enige vertraging dat ze hebben de laatste jaren is EBS-water. Vroeger konden ze binnen 3 maanden EBS-water aanleggen. Dat gaat nu. Nu moeten ze bijna een jaar wachten. Dus we gaan een keer onderhandelen met SWM, IBS om te kijken hoe dat sneller kan gaan. Want het maakt de kosten voor.